kansje. Als je zo gesteund wordt door het legioen, zelfs als ze er niet zijn. En, dit is uniek in de wereld, dat er gewoon supporters actief staan. Ik denk dat Feyenoord moet stoppen met die jongen. Dit is niet een tijdelijk iets. Die jongen die heeft al een paar jaar niks gepresteerd. Maar dan ook alleen in het begin heeft hij een goede tijd gehad. Die jongen die zal bij Feyenoord nooit meer de oude worden. Die kun je het beste gewoon in de winter stoppen. Maar 16 miljoen wilden ze toen betalen bij Newcastle, toch? Ja, 16. Dat is verdampt. Met bonussen erbij nog. Je moet nu blij zijn als er een club komt die het salaris van Feyenoord over wil nemen. Moet je al blij zijn als die van de loonlijst. Maar dit wordt nooit meer wat. Kun je het beste afstand van nemen. Want langzamerhand wordt het ook een beetje het lachertje in de groep. Ze nemen hem niet meer serieus. Hij gaat lopen mopperen tegen advocaat. Terwijl de advocaat hem eigenlijk al veel eerder van het veld af moet halen. Dan moet je in een dood paard moet je niet trekken. Dit is afgelopen. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight app.